Welkom allemaal weer bij een nieuwe video, jongens en meisjes. We gaan vandaag iets doen wat ik niet zo vaak doe en dat is het zoute water op. Vorig jaar een keer geweest, toen zijn we deze vin te vangen. En dit keer wil ik gewoon een zeebaars vangen. Nou, ik heb voor mezelf in ieder geval een mooie hengel afgebouwd voor de zeebaarsvisserij. 3,14 meter lekker lang voor over die stenen te komen. Werpgewicht 20 tot 40 gram. En we gaan aan de slag met pluggen. Een ander soort kunstzaas, softbaits, lepels, speelkus. We gaan alles proberen om mij een zeebaars te laten vangen. En ik heb iemand bij, dat is Erik Broks. Jullie kennen hem wel, jullie hebben hem al vaker gezien in vaak de bellyboot filmpjes. En hij krijgt de taak om mij mijn eerste zeebaars te laten vangen. Jongens, jongens! Ik neem net de intro op en kijk wat er gebeurt. Ik hoor er een keer hangen achter me. Die ging hard. Niet de allergrootste, maar vis is vis. Vis is vis, ik kom erbij. Die ging hard, hoe die slip, jongen. Oh, komt er net een golf. Uh-oh. Daar gaat mijn hengel. Kijk jongens, daar is die. Super vet. Oh, nog een golf. Ja, daar waren de golven. Even voorzichtig. Ja, ik heb begrepen dat die beesten stekels op hun kieuwplaat hebben. Overal. Overal. Nice. Mooie vis, dacht ik zo. Het is verdomme een zeebaars die ik wil vangen. Die moet jij vangen, hè? Ik wil hem vangen. Waar had je hem op? Op de vis. De minnow. De minnow. Dat is ook een bekende, jongens. Ah, gaaf hoor. Op het zakken. Zullen we moeten met shits gaan vissen? Ik denk het wel, ja. Nou, dan ga ik er eens een shitje aan gooien. Ja, op dat ding. Ja. Kijk. Dan vang je dat. Gaaf. Mooi. Mooie vis. Zeker. Release. Hij mag terug, ja. Klappen ze ook hard, of niet? Ja, heel hard, heel hard. Dus ik ga schrikken? Ja. Ja, zegt hij. Oh, deze doet het bescheiden. Hey Erik, dat is nummer 1. Nummer 1, op naar 2. Op naar 2. En Brok slaat nummer 2 aan de haak, jongens. Hij doet iets anders dan ik, dat is duidelijk. Finesse, zegt hij. Ja, ja. Ja, dat komt door die mooie hengel van jou. Hoi. Yes. Nummertje 3. Ik moet ook maar zo'n gek setje eraan gooien, denk ik. Weer een mooiere. Mooie vis weer. Catch en release. Wieuw. Inmiddels heeft Erik 3 mooie zeebaarsen gevangen waar ik een beetje jaloers op ben. Ik heb er nog 0 en ik heb ook nog geen beet gehad. Ik probeer van alles, maar het wil nog niet lukken bij mij. Maar we gaan nu naar een stek. Daar kan je voornamelijk vinten vangen. Dat is een ander soort vis, maar met een beetje geluk pak ik daar misschien een zeebaarsje tussendoor. En we gaan het gewoon proberen. Op naar de volgende stek.
Nou, zoals jullie kunnen zien zit ik eigenlijk alweer in de auto en ben ik ook alweer thuis, jongens. De laatste plek, de derde plek waar we eigenlijk heen gingen, ook die leverde helemaal niks op, geen vind. We zagen ook niks jagen, dus ja, dan kan je blijven werpen. Maar als je niks te jagen daar, dan weet je gewoon, dan gaat het niet lukken. Dus ja, het was ook niet meer mogelijk om een zeebaars te vangen daar. Nou ja, jullie snappen natuurlijk wel dat dit niet de laatste keer is dat ik dit ga proberen. Ondanks dat ik niks heb gevangen, had Erik wel 3 mooie zeebaarsen. En ik moet zeggen, klinkt misschien een beetje gek vanuit mijn mond, maar ik vond het gewoon super mooi om te zien. Want ik had nog nooit echt zo'n zeebaars van dat formaat in het echt gezien. Dus ik vond het super gaaf om even mee te maken. Nou ja, uiteraard gaan we dit zeker nog vaker proberen. Misschien op andere technieken proberen. We gaan gewoon van alles doen om een zeebaars te vangen. En ik weet ook wel zeker dat het gaat lukken. Het is gewoon kwestie van tijd. En een keertje een mooie plek vinden waar ik gewoon een aantal zeebaarsen kan vangen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. En ik zeg tot in de volgende video, jongens. Later!